Wat ik gewoon echt niet begrijp, Jan-Willem, Apple heeft zoveel producten, maar gewoon niet iets simpels als een lamp. Ja, die oude MacBooks, daar zit zo'n mooi oplichtend Apple logo in. En daar kunnen wij wel een mooie muurlamp van maken. Hey jongens, ik heb een nieuwe laptop. Oh jee. Een oude met mijn nieuwe. Kijk eens, mooie Asus Chromebookie. Maar jij was toch zo'n MacBook fan? Ja, maar mijn MacBook heeft het een beetje begeven. Zo, oh ja, 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 ja. Dat is zo wel, ja. Ja, ik heb hem geprobeerd te fixen, maar dat was niet helemaal gelukt. Dat is ook wel een oudje dit, toch? Ja, ja. En ik was eigenlijk wel een beetje Apple-fan, maar die tijd is voorbij. Oh. Maar weet je wat ik wel nog altijd heel gaaf vind? Die achterkant, vooral van die oude MacBook, die heeft nog dat oplichtend Apple-logotje. Die nieuwe MacBooks hebben dat niet. Dus ik dacht, voordat ik deze gewoon weggooi, kunnen we daar niet iets gaafs van doen? Ik zat dus te denken aan een lamp. Dat kan wel, denk ik. Nou, dan halen we gewoon het scherm eruit. Ja. En dan doen we lamp achter dat. Gewoon even dat scherm eruit. We kunnen ook kijken of we de backlight, zeg maar, van het scherm zelf. De achtergrondverlichting van het scherm zelf. Kunnen gebruiken. Dat wordt wel even gepriegel. Kunnen het proberen. Ik vind het wel een challenge. Ja, weet je, de dingen zijn helemaal kapot, dus we kunnen niet iets mis mee doen eigenlijk. Maar hoe lang heb je hem dan? 10 maanden toch? Of zo? 2 dagen? Nee, dit is... Oké, dus ik heb een aantal MacBooks tussendoor gehad, hè. Ah, okay. Dit is een MacBook uit 2012. Okay. Dus ik heb nog tussendoor die 2013 MacBook gehad. Zelfs de allernieuwste. Maar die is er nu uit. Weg. En nu heb ik een Chromebook. Hm. Heeft hij ook zo'n mooi oplichtend Asus-logotje dan? Nee, maar deze kan ik wel omkrikken. En misschien kunnen we deze techniek wel gebruiken om het scherm los te krijgen. Deze kan het ook wel, hè? Hij doet het, ja. Nou... Wat is de eerste stap, Roel? Kijk op iFixit. Jij was een Apple Genius, toch? Jij kan dit. Ik ben Apple Genius inderdaad. Klopt. Zal ik mijn diploma erbij halen? Nee, ik denk inderdaad wat Jan-Willem zegt. Dat je even met een mooie tablet even gaat kijken op iFixit. iFixit ook. Want op iFixit hebben ze namelijk heel veel handleidingen hoe je bijvoorbeeld MacBooks en andere apparaten gewoon netjes aan elkaar haalt. Zonder dat je alles sloopt. Oké. Ik heb het al openstaan. Hebben we een heatgun? Ja. Maar ik denk dat we sowieso gewoon even alle schroefjes moeten loshalen. Waarom moeten we alles loshalen? Dan kijk, hier zitten dus... Oh. Wat doe je nou? Maak je nou kapot? Hier zitten de scharnieren volgens mij. Maakt, ja, ja, ja. Oh ja. Die moeten eruit. Moeten al die schroefjes eruit? Nee, die scharnieren hier. Oh ja. Oh ja. Rol, wat ik online zie is dat we voor het scherm een heatgun nodig hebben. Want er zit lijm en dat wordt dan zacht, blijkbaar. We hebben nog een schroefdraaier nodig en iets om te pryen om alles überhaupt los te krijgen. Hebben we dat? Hier, alsjeblieft. Oké, nou. Rustig. Oké. Okay. Nou. Maar oh, jongens. Zo. We moeten beter eerst even de batterij eruit kunnen halen. Waarom? Nou, gewoon voor de kortsluiting en zo. Ja, en dan kijk, hij is helemaal is opgeblazen. Niet zo fijn meer, hè? Nee, de batterij deed het ook niet meer. Nee. En nu valt het scherm er dan uit of zo? Oké, dat wil ik proberen. Ja! Wow. Okay. Nice! Oké, dit kan weg. Veiligheid. Mooi. Nou, hang maar op. Klaar. Of hier gewoon de... Moeten we eerst kijken of we de backlight aankrijgen of zo? Ik denk dat dit de aansluiting is voor het scherm, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar dan moet dus één van deze pinnen, want deze was voor de webcam en deze was voor de wifi. Oh ja. Dus één van deze pinnen zou de achtergrondverlichting aansturen. Maar ik weet niet, is niet welke, dat kon ik online ook niet vinden. Dus ik kan je hem openmaken en kijken welke naar de backlight gaan en welke naar het LCD gaan. Ik ben benieuwd. Maar we moeten dus netjes ervan af. Ja, ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Ik denk het wel. Hebben we nog een. We zagen net een zuignap of iets dergelijks. Dat vond ik ook wel een goede. Ja, je bent wel een aardige zuignap, toch? Ik weet. Dat is wel warm. Het is lekker warm, inderdaad. Tering. Nu met de kaarten eronder, inderdaad. Ja. Nice. Kijk, ik hou het glas ervan af, zie je dat? Echt?
Oh. Ik kom eronder. Oh, nice. Oké, okay, ja, prima. Doe maar dat eerst. Nice. Heel mooi. Oh, dat leert ook nog steeds best wel heftig. Ik wilde echt net zeggen van zo, er zit echt geen kras op het scherm. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Nou, wat gaan we nu doen? Want dit kunnen we niet gebruiken, denk ik. Dat weet ik niet. Nou, dat weten we nog niet. Oké, okay, hoe wil je dit gaan testen? Je moet eruit. Eruit? Ja. Ja, je hebt de display en de backlight. Voor mij is het een sandwich. Oh, wacht, kijk. Ja, zie je wel. Maar... Ja! Wow, een dikke spiegel, gek. Oh, wat vet is dit? Dat is een LCD. Dit is wel vet. Ik wist niet dat het zo'n spiegel is. Je kan er nu doorheen kijken, zie je dat? Ja. Hé, hey, kijk, hier zit iets. Oh ja. Daar moet je voorzichtig mee zijn, je zit ingeschroefd. Oh. Oh, dit moet er vanaf. Dit moeten we even vanaf halen, dit plasticje. Niet deze. Echt die backlight reflection. Dit is de diffuser, dus okay. Je zit voor de backlight, ja. Dat al het licht evenredig, weet je wel, mooi, ja, naar het scherm komt. Ja. Oh, ik zag wat, ja, ik zag ook wat. Ja. Ja, ik zie wat gebeurt, Oké, okay, voorzichtig. Kijk, hè, die is niet meer raar. Wow! Knight Rider. Nou, we zijn een half uur verder. Het is gelukt. Wat was het probleem? We waren een beetje in de war namelijk. Op deze kabel dachten we dat maar 6 pinnetjes verbonden waren. Ja. Want je ziet, lijkt dat hij doorgebroken is. Ja. Maar was aan de achterkant waren die andere drie ook met elkaar verbonden. Ja, en hij heeft 6 grounds en 1 plus in plaats van andersom. Dat dachten we ook eerst andersom. Ja. Maar we hebben een datasheet gevonden van het hele, hele scherm. En daar hebben we het een beetje uitgevolgd. Zetten we die nog even op maincap.nl? Ja, en hoe willen we dat lampje maken? Willen we ook dat er aan de zijkanten bijvoorbeeld nog licht komt? Ja. Kunnen we dan dit ook gebruiken? Ja, nou, helemaal... Hier komt het uit, zeg maar. Want dit is waar... Waar is het nou het Apple logo? Apple hier. Oh, hier is het Apple logo. Dit schroeven we gewoon weer terug dat ding in. Oh, oké. Okay. En het wordt rennen. Niet warm ook of zo? Jawel. Oh. Maar dat is goed, dus gratis verwarming. Hey! Nee, het is led, hè? Oh, oké. Okay, goed. Nou, top. Ja, want je dacht nog eerst dat het iets anders was, toch? Half ja, ik dacht misschien dat het nog eens zo'n mini TL-balkje was, maar dat was het niet. Dus, Nou jongens, ik heb even de achterkant goed schoongemaakt. En ik heb dit even los gedaan, dus een soort antenne bracket die hieronder zat. Dus dit is hem helemaal clean. Dus we moeten zo even kijken waar we dan alles op zetten. Hoe ver zijn jullie? Nou, zo te zien... Hij brandt. Dus we moeten er even het filter terugplakken. Ja. En dan kan hij gewoon weer in waar hij hoort. Oké. Okay. Ik heb hem gewoon weer vastgroeven. Ik ben benieuwd. Ja. Hij brandt. Ja. Ja, deze dingen. Moet je even zorgen dat ze niet in de buurt van alleen mij komen. Alleen ik vind het appeltje nog niet helemaal super helder eigenlijk. Nee. We kunnen dit proberen. Kijken. Zo. Deze kant is wel echt helder. Volgens mij, ik weet niet of je dat op camera kan zien, maar dit is wel een verschil. Ja. Hoppa. Ja. We moeten hem ophangen. Daar hebben we eigenlijk al een oplossing voor, hè? Ja, want we hebben hem een keer voor jou gemaakt. Ja, ik zal wel even laten zien. Dus dit was... De iLamp die ik ooit heb gekregen. Super mooi. Ik heb een hele goede vrienden. En die hadden dit op de achterkant gedaan. Dus dit, hier kun je ook zien wat je kan doen als je niet de backlight gebruikt. Dus hier hebben ze ledjes aan de achterkant gedaan. Ook in het midden hier achter dat Apple logotje. Die zit zeg maar hier. Dit is om het diffuus te maken. Hé, wat staat hier? Freek, je bent een loser. Dat is waarschijnlijk vast die kapot zou gaan, of niet? Ik denk het wel. Ja. Ja. Maar ik heb hem nu dus wel kapot gemaakt. Maar wel ten behoeve hiervan. Maar we kunnen dit natuurlijk gewoon weer hergebruiken. Ja.
Freek heeft echt een geweldig idee. Oké, vertel. Vorig jaar hadden we hem vastgelijmd. Ja. Nou ja, dat ging niet helemaal. Nee, dat is niet zo handig. Hier zitten die magneten nog in. Ja, die heeft die andere niet eens eigenlijk. Kijk eens. Dus, als ik die schroef erin draai, in dat plankje, ja. Dan kan je hem... Nee, wees maar niet bang, dat gaat goed. Het is heel stevig. Dan kan je hem gewoon opklikken. Dat is vet. Dat is cool, hè? Ja. Nou, daar gaat hij. Wauw. Oh, shit. Dit is een beetje lelijk. Oh, die aken. Had ik niet over nagedacht. Wat dan? Dan moet het even anders doen. Oh, ja, pas op. Nee, ik heb nog een ander idee. Nog een idee? Dat is niet een goede. Nee, je moet PZ moet je hebben, lul. Ik heb PZ. Dat is geen PZ. Deze zit wel toch? In PZ. Ja, dat is niet verkeerd. Ik veel, ja. Dus, zo. The moment of truth. Nou, ik moet hem nog even strippen. Oh. Wauw. Yeah, dus wat slick gewoon. Best wel cool eigenlijk. Ja. Echt super gaaf dit gewoon. Ja, ik vond het echt heel leuk. Het was super makkelijk om eigenlijk dingen aan elkaar te halen. Je moet gewoon een beetje voorzichtig doen. En met die blazen gewoon een beetje warm maken. Ja, voorzichtig, ja. Maakt toch niet uit. Toch, je wil het niet meer aan hebben. Dus. We hebben wel heel lang zitten zoeken op dit ding waar nou precies die aansturing vandaan kwam. Ja. Met meer tijd zou je misschien zelfs deze kunnen gebruiken om hem gewoon vanaf 12 volt of zo te kunnen voeden. Iets makkelijker. Maar nu hebben we hem gewoon direct aangesloten. Ja, 36 volt, dus we moeten nog even een leuk voedingje zoeken ervoor. Ja. Je moet gewoon naar labvoeding, maar... Tip natuurlijk voor alle mancavers thuis, denk ik ook. Zo'n labvoeding sowieso aanschaffen voor dit soort projecten, want je weet nooit zo goed wat je moet geven. Een project is wel anders. Heb je voor alle mogelijke voltages, kun je tenminste uitvoeren. Ja. Hey, maar was het nou een echte upgrade van deze, Freek? Ja, dit is gewoon een classic natuurlijk. Dit was mijn verjaardagscadeau toen. Dat was gewoon super gaaf. En deze, wat ik wel mooi vind, is dat we hem op een andere manier nu hebben opgehangen aan die magneten. Dus dat we die IMA Mini niet meer nodig hebben. En dat we die backlight hebben kunnen gebruiken als we toch gaan. Ja. Dus een mooi project. Mooi voor in je Mac Cave, Apple Man Cave, Apple Fanboy. Office. Apple Temple. Apple Shrine. Voor de fanboys thuis. Ja, maar niet voor mij. Nee, voor mij ook niet meer eigenlijk. Op mancave.nl kun je natuurlijk de hele buildguide vinden hoe je nou zo'n ding maakt. Ja, en ken je nou Apple Fanboys of ben je een Apple Fanboy? Deel het natuurlijk met je vrienden. En laat even op het forum op mancave.nl weten of je hem zelf ook gaat maken. En dan zien we in de volgende aflevering.